bij alweer een andere video van Kitchen Sir Barbecue. Vandaag iets die iets minder leuk is om te doen, maar minstens even belangrijk. Het onderhoud van de Kamado. We gaan de thermometer opnieuw eiken. We gaan de Kamado van binnen helemaal reinigen. En we gaan een keer alles stofzuigen en doen. Hè. Kom maar mee. Wat zou ik graag doen? Thermometer opnieuw eiken. Ik doe dat meestal eenmaal per jaar. En we maken dat los. Dat is hier van binnen. Kijk, voilà. Bij mij is dat met een vleugelmoer. Ik ga nu eerlijk zijn. Ik heb al gezuurd en hem al losgemaakt met een tangske. Het is al dat je moet doen. Je doet dat los. Voilà, kijk, dat zit al helemaal los. En toen kunnen we dat hier aan de buitenkant helemaal losmaken. Ik ga dat nu doen. En voordat we beginnen, zou ik eerst nog een keer willen vragen of dat jullie alstublieft willen abonneren, zodanig dat ik iedere keer dat ik een video maak, dat jullie dat niet missen. Hè. Alsjeblieft, abonneer, dat staat daar van onder, dat knopje, duw daar een keer op. Dat doet mij vrij veel plezier en ik doe ik dat nog een keer zo graag om die video te maken met wat instructies of receptjes. Merci! Stap 1 is voltooid. Ik heb dat losgemaakt. Ik heb nu nog mijn thermometer, een rondel en een vlindermoer over. Ik ga je nu meepakken naar binnen. We gaan hier nu opnieuw eiken. Hè. En wat is er een betere manier dan een thermometer testen met kokend water? We weten 100 graden water kookt. Dus we gaan dat straks met onze thermometer van de Kamado. We gaan hem daarin doppen. We gaan kijken wat dat er op het schermpje komt. En dan gaan we meer weten. Hè. Binnen 5 graden is het zover. Voilà, voilà. Dat is zo goed als 100 graden. We gaan dat testen met de thermometer erop. We gaan die daarin steken. We gaan dat een keer bekijken hè, wat er hier op dat scherm nu verschijnt. Ik hoop dat iedereen dat goed kan zien. Voilà. En nu zou die ongeveer moeten stoppen. Voilà, perfecte 100 graden. Als dat nu niet exact zou zijn, maar ik ga eerlijk zijn, ik doe dat elk jaar opnieuw. Als dat nu niet exact zou zijn, moet je hier aan de achterkant met dat moerke eigenlijk een klein beetje bijregelen. En dan is dat weer perfect, totdat je eigenlijk de juiste temperatuur verkrijgt. Voilà, kijk bij deze. Mijn thermometer werkt perfect. Ik ga daar nu gebruik van maken met in de stoom om dat thermometer wat te reinigen. Voilà. En klaar, op naar stap 2. Mijn thermometer zit er ondertussen bijna weer op. Dat mag goed spannen. Ik heb dat gedaan met een tankje. Het is ook heel wat. En dan groot. Je doet dat maar wat je wilt. Hè. Het is vrij gemakkelijk. Voilà, kijk, we gaan dat aanspannen. Ons thermometer zit weer schoon vast. We gaan nu over naar de volgende stap. En dat is eigenlijk heel die bak een keer goed leeg. We gaan die kokos zeven, we gaan dat in een emmerke apart doen. En we gaan elk onderdeel apart uithalen. En dan een keer goed stofzuigen. Hè. Voilà, we gaan daar bij deze, gaan we daar aan beginnen. We pakken een lepel. We gaan daar een keer goed door. Zijn er vrij grote gaten, het meeste gaat er doorvallen. Hè. Dat is hetgeen die overschiet, dat gaan we nu in een emmerke doen. Hè. We gaan dat niet weggooien. Hè. Dat is van de laatste kook geweest. Kijk, er zitten nog vrij schone brokjes. Dat kan nog perfect in voor de volgende keer. Hè. We gaan nu die rooster verwijderen. Voilà. En alles die er nu nog in zit, ja, ik ga dat proberen zoveel mogelijk uit te scheppen. En de rest doen we met stofzuiger. En de rest met de aszuiger. En voilà. De volgende stap is alle onderdelen uithalen. En dan nog een keer de binnenkant goed stofzuigen. Dat zeker alles goed proper is. Hè. We beginnen met die ring. En dan in een bak.
een onderste ring. En nu kunnen we heel de boel schoon stofzuigen. Ziezo, zo goed als nieuw. We gaan de onderdelen er terug in steken en we gaan een goed warm vuurje maken. We beginnen opnieuw met de onderste ring. Hier moeten we goed kijken dat dat gaatje, je ziet het nu niet goed, maar dat dat verluchtingsgat vlak voor ons andere verluchtingsgat zit, hè, natuurlijk. Dan die bovenste ring. Hop. En ons rooster er terug in. Voilà, klaar. We gaan nu een goed vuurje maken. Ik doe dat met echt hout. Ik zou graag 350 graden krijgen in de kamado. En dan gaan we alles van veiligheid. Kijk, hier. Dat is bruin, hè. We gaan dat daar afbranden. Ik ga dat zobiet doen. Tot zobiet. Met de overgebleven kooltjes van daarnet dat ik getoond heb, maken we nu een goed vuurtje. Dat moet niet groot zijn, het is maar dat we dat kunnen aanmaken. Ik heb hier al wat hout gehakt. Proper hout, ik gebruik geen dennenhout daarvoor. En dan gaan we daar vrij schoon een goed vuurtje mee maken. En een goede 350 à 400 graden vragen. We gaan nu even wachten tot dat heel de boel in gang zit. En dan kom ik terug. Voilà. Dat zit al goed in gang. Een paar houtsblokken erop, een deksel toe en wachten totdat de temperatuur stijgt. En kijk, ik ga het nog een keer tonen, wat is onze kamado. In die staat, kijk, dat is overal wat roet. Hier is dat deksel wat bruin, kijk in de verte. Dus kijk, we gaan het nu goed laten opstoken, goed vuurken laten maken en dan gaan we zien dat is zelfreinigend. En we zijn vertrokken. Een goed vuurtje. Hier van onder. Alles vol een bak open. Voilà, we gaan het deksel toe doen. Hier zit nog al 150 graden. Hier vol een bak open. Voilà, laat dat nu maar goed opstoken. En we gaan zien wat er gebeurt. Zie. En voilà, we zijn een goede 10 minuutjes verder. Dat blijft stabiel op 350 graden. Allee, 350 graden. We gaan daar nu nog een blok of twee bij gooien. Voilà, en laat dat maar goed branden. Dat gaat de hele boel reinigen. We zijn al goed aan het stoken. Kijk, de boord is al magnifiek wit geworden. En hier is dat een klein beetje zwarter geworden in het begin. Schrik daar niet vanaf. Want kijk, dat komt perfect weer wit. He. We gaan dat weer toe doen. Nog een kwartiertje verder laten gaan. En dat komt perfect. Kijk, dat is juist trouwens niet gezegd, hè, jongens. Past een beetje op met die temperaturen. Dat er daar geen kinderen rondlopen of niks. Hè. Dat is redelijk gevaarlijk. Maar ja, het kuist wel. Hè. Wat je ook kunt doen. Uw grilldrager in uw barbecue zet. Je legt daar uw heat deflector op. Je legt daar uw pizzasteen op. Je legt daarop wat je wilt. Alles brandt schoon in die temperaturen. We raken op het einde van de kooksessie. We zitten nu nog aan 280 graden ongeveer. Maar ik of dat je ziet, kijk, van binnen is dat nu gelijk nieuw. Hè. Perfect. Ik hoop dat je iets geleerd hebt van mijn video. En tot de volgende. Hè. Voilà, dat was alweer een van mijn video's. Ik hoop dat je er echt van genoten hebt. Dat je ook dat receptje of die truc of die tip meepakt in je eigen ervaring. Tot de volgende. Mocht u willen abonneren op mijn video, dan kun je dat hier op die bal. En mocht u nog een andere video willen zien van mij, dan kun je dat daar of daar. Bedankt en tot de volgende video. Hè.